Hoi Rob, welkom bij onze presentatie van Hypothese 2 over Bres Breda. We gaan vertellen wat we deze periode hebben gedaan, deze afgelopen 4 weken. En dat ga je even. De inhoudsopgave. Nou, we gaan nu vertellen over het bedrijf Bres. Nou, wat is Bres nou eigenlijk? De aanleiding van het onderzoek, het onderbouwen van de hypothese door middel van desk research en field research. Testen van de hypothese, data verzamelen en uiteindelijk de conclusies en aanbevelingen. Nou, de omschrijving van Bres zelf. Bres is een sportcenter en ontmoetingsplek tegelijkertijd. Hun motto is fit, fun and friends, dus de combinatie hiervan. En dat is voornamelijk door het squash wat je kan doen, maar ook de groepslessen die je met vrienden zou kunnen volgen. Het is ook een ontmoetingsplek, omdat er zit een best wel een grote bar waar elke dinsdag en woensdag zit eigenlijk vol met studenten en ook leden. Het is niet alleen voor studenten, het is ook voor, je ziet ook veel dat ouderen daar gaan squashen in de ochtend. Toen Remmert en ik daar elke donderdag hebben gezeten, zagen we ook veel ouderen die het ook als een soort van ontmoetingsplek gebruiken. Door middel van het squashen zelf. De aanleiding van het onderzoek. Nou, dus eerst een gesprek gehad met onze stagebegeleider. Daar kwam naar voren dat op de Facebookpagina gebruikt ze eigenlijk meer als informatie te delen met de volgers. Ook het aantal leden van Bres komt niet overeen met het aantal likes op de Facebookpagina. En verder zit er eigenlijk niet echt een structuur in het bericht zoals het plaatsen op de Facebookpagina. Ja, de onderbouwing van hypothese 2. Nou, het stukje interne bronnen, dat is eigenlijk onze begeleider Melissa, die heeft aangeven van Facebook is op dit moment niet zoals we willen dat het is. Zouden we hier een klein onderzoekje op kunnen loslaten? Nou, dat hebben we natuurlijk gedaan in de afgelopen 4 weken. Dat hebben we gedaan door middel van desk research. Dus daar hebben we vooral opgezocht van wat kan je met Facebook? Want wij zijn zelf ook, waren ook niet echt bekend met wat de mogelijkheden zijn met Facebook. Is het belangrijk dat je tijd aanhoudt, et cetera? Dus daar hebben we desk research voor gebruikt. Field research hebben we voornamelijk gebruikt van wat de leden willen. Dat hebben we gedaan door middel van een vragenlijst. De leden gezien van dit vinden wij leuk, dit willen wij graag zien op de Facebook en bij hypothese en de Instagram pagina. En zo een beetje zijn we te weten gekomen wat ze willen en wat wij eventueel zouden kunnen bieden qua content. Het testen van de hypothese. We hebben dus eerst desk research gedaan om meer onderzoek te krijgen naar wat houdt Facebook nou in, waar moet je op letten. We hebben gekeken op welke tijdstippen het beste de berichten kunnen plaatsen. We hebben verder gekeken naar welke strategieën zijn er voor Facebook, wat gebruiken andere bedrijven. Wat voor soort content komt nou het meest overeen met een fitnessbedrijf. Verder hebben we gekeken welke IPM-score Bres op dit moment heeft. En dan kwam eruit dat ze echt een goede IPM-score hebben, dat ze wel echt op dit moment goed bezig zijn. Verder hebben we field research gedaan. Dus echt gekeken van waar ligt nou de interesse van de klanten, waar kunnen we op inspelen. Testen van de hypothese, wat hebben we gedaan? Melissa heeft aan het begin aangegeven aan ons van we organiseren best veel evenementen. Er is weinig interesse voor en er gaat eigenlijk bijna niemand. Dus dat is iets wat tegenviel, dus daar hebben we ons als eerste op gefocust. We hebben ervoor gezorgd dat heel veel mensen zijn uitgenodigd, waaronder onze vrienden, maar ook gewoon de huidige leden. Om te kijken van helpt dat als je de mensen daadwerkelijk uitnodigt voor je evenement, zorgt dat voor meer interesse en zorgt dat ervoor dat er echt mensen naar het evenement toekomen. Als tweede hebben we een Facebook video gemaakt en dat zie je daar een beetje als je het kan lezen, anders is het terug te vinden in ons rapport. En hierin is terug te zien dat er nog een stagiair lopen en die heeft de video voor ons een beetje begeleid door echt te laten zien van hoe je nou een groepsles kan volgen die speciaal voor jou is ingericht. Dus dat je eigenlijk tegelijkertijd met vrienden ook heel veel voor je fit zeg maar invullen, dat je dat kan combineren. En dat is in de video terug te zien. Aan de hand van test van de hypothese zijn we natuurlijk data gaan verzamelen. Dat hebben we gedaan door de evenementen. Dus gekeken van hoeveel mensen zijn nou geïnteresseerd geweest in het evenement. Hoeveel mensen zijn daadwerkelijk naar het evenement gegaan. Verder hebben we de video op Facebook geplaatst. Daar kwam echt hele goede statistiek uit naar boven.
Normaal wordt een video zo'n 700 keer bekeken. En in deze video was 1100 keer bekeken. Aantal reacties waren erop. En best wel weergaves. Dus daar was Bres heel tevreden over. Nou, de conclusie. Zoals Remmer net al aangaf, er is heel veel interesse geweest voor de video. Veel views, veel likes en reacties. En dat is hetgeen wat wij ook al, waar we eigenlijk op hoopten. Dus dat is ja, een positieve conclusie. Het uitnodigen van verschillende mensen voor het evenement heeft wel geleid tot meer interesse. Alleen het daadwerkelijke aantal mensen wat komt, bleef eigenlijk wel gelijk. Dus ja, dat is half-half gelukt, om het zo maar te zeggen. Nou, meer likes voor de pagina zelf is zeker gelukt, want door de video zijn er eigenlijk gelijk meer likes op de pagina gekomen. Waarschijnlijk in de hoop dat er meer van dat soort video's komen. En ja, zoals Remmer net al aangaf, dat er veel meer weergaves zijn ten opzichte van andere video's die al online stonden, dat is alleen maar positief. Dus ja, dat is onze conclusie eigenlijk. En dan ook de aanbevelingen. Ja, zoals we hadden opgemerkt, dat de video heel goed werkte. En dat ze hiervoor eigenlijk alleen maar Facebook hadden gebruikt als informatiebron. Dus ja, minder informatie, dus meer soms video's, soms andere dingen. Post op de juiste tijdstippen. Nou is mensen iets van, ja, we vinden nou iets leuk, we posten het nou meteen, maar je kan beter kijken van, ja, welke tijd is nou het beste voor onze klanten om te kijken op de Facebookpagina. Als er een bericht wordt geplaatst, dan staan er vaak hele lange teksten bij het bericht. Wij denken als het korte pakkende teksten zijn bij de post, dat dit meer weergaves op kan leveren.